met Frederik Vernaat. Goed vertrokken ditmaal. Wat kan die klaarspelen met deze hengst? Die jaarlijks veel merries bedient. Ze zullen ongetwijfeld veel Belgische fokkers nu aandachtig met het klapblok meeschrijven. Partner voor heel veel merries geweest. En nog altijd potentiële partner voor veel merries. Want hij doet toch goede dingen, deze Dieu merci. Frederik Vernaat. Een aantal toppaarden uit zijn stal zag verdwijnen. Zal deze Dieu merci langzaam maar zeker aan het absolute topniveau gaan laten ruiken. In de benen blijven. Op de been blijven. Dan met name op de achterhand zetten voor die driesprong. Die kracht, vermogen en snelheid vereist. Kan de laatste voor de barrage worden. En de laatste hindernis blijft overeind. Toch niet één puntje tijd voor Frederik Vernaat. En zo langzaam ging hij toch niet rond. Maar het was blijkbaar wel te langzaam. Kijken we de barrage over en dan zien we er zo dadelijk 14 terug.